Ja, het is een iets andere kleur polo, maar nou ja, ik moet zeggen dat hij me waardig staat, toch? Of mijn baantje is het assistent trainer van Nederlands elftal onder 20. De hoofdcoach Dwight Lodewegers vraagt of ik wil helpen. Bij PSV vinden dat we zoveel mogelijk mensen bij de nationale jeugdteams moeten hebben. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld om mee te kijken met je eigen jongens, maar ook andere jongens te zien. En we staan hier voor, aan de voorhand van een interland tegen Tsjechië, onder 20. Zondag spelen we nog een keer tegen hun, dus dat is eigenlijk de aanleiding waarom jij en wij hier zijn. Ja, de interlandweek is altijd een leuke week voor PSV, omdat we de laatste jaren steeds meer jeugdinternationals krijgen. Dus die groepjes die overblijven, die worden steeds minder. Want het zijn niet alleen Nederlandse jongens, maar ook Belgische jongens natuurlijk, die gaan. En nog meer buitenlandse landen die hun spelers vragen. Dat betekent voor ons een groot voordeel, want de jongens van Jong PSV die over zijn, die trainen met het eerste elftal. Dus krijgen net zo'n grote goede belasting als de jongens die interland spelen. En voor de jongere teams doen we dat ook. We trainen individueel met kleine groepjes, met veel trainings op het veld en weinig spelers kun je heel veel aandacht geven aan alle jongens. Dus de jongens die thuis blijven in Eindhoven, die krijgen een net zo zwaar, misschien wel zwaarder programma dan de jongens die interland spelen. En zo willen we het graag. Nou, het belang is groot, want we hebben wel het uitgangspunt bij PSV. Als je finale speelt, dan moet je ze winnen. En daar hebben we al best wel een item van gemaakt de laatste jaren. Nou, dan moet het ook gebeuren. Dus het is fijn dat het gebeurt. En de ontknoping was natuurlijk verschrikkelijk voor Feyenoord. Mooi voor ons, andersom. Penalties zijn penalties, dus dan weet je toch nooit hoe het kan gaan. Dus, maar we zijn hartstikke blij mee. Ja, Rostov is heel lastig in te schatten. Die doen ook voor het eerst mee met de Champions League. Geen idee wat voor jeugdniveau zij hebben. Normaal gesproken is het in Rusland groot en sterk en heel veel snelheid. Dus dat zal in dit geval ook wel zo zijn. We hadden vorig jaar Moskou, dus we zijn er al een beetje aan gewend. Nou, Bayern München heeft een fantastische jeugdopleiding, dus daar hoeven we niet achteraan. Dat wordt hopelijk gelijkwaardig, maar op papieren zijn zij sterker. En Atletico Madrid zit altijd in het kielzog met jeugd van Real. Maar goed, Madrid is een vrij groot stadje, dus ook daar zullen wel goede jongens spelen. Dus dat wordt denk ik net zo lastig voor ons onder 19 als voor het eerste elftal. Ja, nou vooropgesteld, Jong PSV kan niks. Hè. Dus een periode winnen kan wel, maar dat betekent verder niks. Geen na-competitie. Kampioen worden kan wel, maar je promoveert niet. Dus dat is uitgesloten. Het is wel heel leuk dat het gebeurt. Het is ook geen toeval, want ook Jong Ajax staat daar bovenin. En je ziet dat door beleid van een aantal jaren die teams steeds sterker worden. Het zijn jonge, talentvolle spelers. Hier zijn er ook een aantal van bij. Ja, en die zijn natuurlijk goed in de Super League. Dus het is wel zo dat we, als ik even die wedstrijden inga, ja, dan zijn we zeker niet steeds beter geweest. Dus we hebben optimaal rendement gehaald uit de wedstrijden die we gespeeld hebben. Maar goed, dat je daar staat is hartstikke mooi. En het is leuk voor de jongens en voor ons dat dan weer wat extra aandacht voor komt.